Hey Sven, ik moet je twee keer feliciteren. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dankjewel. Ja. Ja, je zat vandaag op de bank, hè? Daarom zat Koen hier niet, zeg maar. Want je moest vandaag in het kader van je opleiding moest je, een wedstrijd begeleiden. Hè? Ja. En dat is gelukt. Ja, dat klopt. Een mooie 6-2 overwinning, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja, en je hebt het dus zo goed gedaan dat je diploma gehaald hebt ook, hè? Ja, bijna. Inderdaad, nog een paar opdrachtjes en dan hoop ik hem definitief af te ronden. Dus dat is mooi. Ja. Hey, maar neem ons eens mee. Wat was het van Ogingen? Wat was het vandaag vandaag? Vanochtend hier rond 11:15 had ik voorgesprek met Hans van Dijkhuizen, KNVB-docent. En dan ga je het hebben over van, hoe ga je voorbesprekingen met die spelers? Voorbereid natuurlijk en dan neem je de jongens mee in je verhaal van waar denk je dat kansen ligt ten opzichte van tegenstander en waar denk je dat ze misschien wel gevaarlijk kunnen worden. Vertel je aan de spelers en dan hoop je dat het ook daar op het veld dat het straks gebeurt. Dus dat is gebeurd, dus dat is mooi. En dat lukte, want het ging al vrij snel goed, hè? Ja, de eerste fase, 10 minuten, kan je hem ook zomaar even tegenkrijgen. Hè? Een paar momentjes voor de goal dat je denkt, wordt een hele kritische trainer. Ik ben misschien een klein beetje kritisch, maar gelukkig werd het snel 2-3-0. En dan weet je ook wel dat het goed zit. Ja. En dan zo eens in de rust, hè? Wat zeg je dan tegen je spelers? 3-0 voor? Ja, 3-0 voor. Dat ze het goed gedaan hebben, dat allereerst. Maar toch blijf je ook wel weer een beetje kritisch van wat er nog beter kan. Dus een aantal tegenaanvallen konden we nog uithalen. We konden de kansen beter uitspelen. Dus dat probeer je dan toch wel weer aan te halen om te kijken of het de tweede helft beter gaat. Ja. Nou, we kregen er twee tegen, dus er valt nog wat te verbeteren. Zeker, dat altijd. We zijn er nog niet, dus zolang dat nog zo is, dan moeten we gewoon door blijven gaan met z'n allen. Leuk. Hè? Nogmaals gefeliciteerd. En tot slot nog één vraag. Je hebt hier het jaar zeg maar, als assistent maak je het af. En wat ga je volgend jaar doen? Ja, volgend jaar word ik hoofdtrainer bij FC Apeldoorn. En waarschijnlijk zondag de tweede klasse. Dus naast dit ook heel veel zin in. Ja. Okay, nou, ik zei het net al tegen Arwin ook. Afscheid nemen met de titel dan maar. Hè? Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja.